Beide problemen, lieverd. Jij, schat. Kijk, wat heeft dat tuigje nou nog om? Nou, dat legt ze helemaal lang uit. Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag, even zien, donderdag 11 maart alweer. En het is 12 minuten over 10. En ik ben er al uit. Ik ben al met de hondjes eruit geweest van de monteur van de traplift. Die kan zo komen. Maar ik zit met een probleem. Ja, en wat voor een probleem? En Rijka, heb ook een probleem. We hebben beide problemen, lieverd. Jij, schat. Kijk, wat heeft dat tuigje nou nog om? Dat hoort er bovenop te zitten. Dit is haar borst erin. Maar ik krijg die niet open. En er zit geen slot op. Nee, die moet het indrukken en dan moet die open schieten. Maar hij doet het niet. Nee. Dus wat er aan de hand is, daar moet men er weer even mee bezig. Ja, godje, je bent een lieve schat. Kan jij niks aan doen, lieverd? Nee. Hé? Ach, goedje. Hé? Meisje. Oh, we schommelen een beetje. Zo, hè? Ja, gemeen, hè, de tuigje. Maar daar moet ik dus mee bezig, ja. Oh, kijk, je kent hem wel af. Kijk, je maakt je gewoon slank. Kijk. Huh? Kijk, zo uitstappen. Wow, hij is eruit. Ze is te verlost. Ze is verlost. Oeh. Ja, nou, dan moet ik dat open zien te krijgen. Maar ja, ik kan niet weten waarom die niet open wil, hè. Ik kan inknijpen wat ik wil. Maar hij gaat gewoon niet open. Dus ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik snap er niks van. Aan allebei beide kanten ziet hij er hetzelfde eruit. Ah nee, deze kant niet helemaal. Maar dat moet open willen. Maar hij gaat gewoon niet meer open. Hij is gewoon kadoek. Zonde, hè? Ja, ik vind het zonde. Maar ja, niet getreurd. Alles gaat kapot, ten eerste. Ja, alles gaat kapot. Ja, behalve Rijka. He, wij gaan niet kapot, nee. Wij gaan niet kapot, nee. Nou ja, weet je, ik haal... Ik kijk gewoon voor een nieuwe bij op Wies of zo. Het duurt alweer een dikke maand voordat ik hem krijg. En dan kijk hier hoe in wat voor maat. Want hij hoeft niet duur te zijn. Dus een K9 Julius. Ja, nou, en het is een mini-mini. Ja, het is een mini-mini. Nou ja, het moet gewoon een nieuwe, die krijg ik niet meer open. Maar ik heb nog een ander tuigje. Ja, jazeker. Die heb ik ook nog enkel gepast dat niet aaien past erop. Dat is die nieuwe die ik toen gekocht heb. Die anti-trekgeval, weten jullie nog? Die krijg ze er gewoon bij, want zij is gewend. Een korsetje en een halsband nu. En waarom ook een korsetje en een halsband? Nou, als ik haar van de zomer ook in het water gooi, dan vergeet ik niet een korsetje om te doen, omdat ik er zelf ook aan gewend ben. Dan haak ik haar daaraan en dan kan ze in het water, maar ik kan er ook zo weer binnen hengelen. Dan smor ik er ook niet aan de keeltje, ja toch? En Elwing, die gaat er vanzelf wel in. Dat hebben jullie gezien. Dus daar heb ik geen problemen mee. Maar oké, ja, welkom bij een gloednieuwe vlog. Dat vergeet ik helemaal. Voor Corina en de Beestenboel. En zoals jullie al weten, ja, komt de monteur van de stoellift zo meteen om 10:30. Het is nu 10:15 op de klok. Op horloge 16. Dus ja, ik ben er dus vroeg uit voor mijn doen.
Maar dat maakt niet uit. Ik ga ook een bakje koffie doen en zo meteen een broodje. Dat ben ik ook aan toe, want dat heb ik nog niet gehad. Want ik had eerst de dames gedaan en die gaan voor. En het waait. Oh, het waait als ik weet niet wat. Maar ja, daar komen we ook wel doorheen. Dat is geen ramp. Ik vond dit even meer een ramp eigenlijk. Maar nou, dat ze zo ging staan, kwam ze er makkelijker uit, ja. Nou, dan kan dat zo ook. Nou, maar dat tuigje gaat niet weg. Dit was je allereerste tuigje van mij. Die kreeg ik bij cadeau bij jou. Ja. En misschien krijgt Karen het wel gedaan, maar ik in ieder geval niet hoor. Je krijgt hem echt niet meer uit, maar is het nog zo. En waarom? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Waarom dat nou niet wil? Ik snap het echt niet. Daar moet hij erin. Jongen, hij wil gewoon niet. Geen kant meer op. Echt, ik krijg hem er niet uit. Ja! Hij schiet er in één uit, Rijka! Rijka, kijk dan, hij is los. Je kan hem weer aan. Nou, dan hoop ik dat hij ook weer... Zo ja, kijk. Nou heb ik ook geen nieuwe. Goed zo. Nou, dan kan ik dat ook weer in elkaar zetten. Daar zit nog steeds die vouw, dus dat weet ik precies hoe dat moet. Dan moet die daar weer. Hup. Zo. Jong, hij wou echt geen kant meer op. Dus hoe dat kan? Echt bizar. Echt bizar. Nou ja, kees hem gewoon weer aan. Maar hij wou echt, ja, jullie hebben het gezien, hij woonde geen kant meer op en nou hier. Ik denk dat hij scheef zat of zo, of dat er iets tussen zat, een haar of een haar, wat weet ik ervan, dat het dan ook niet wil, weet ik wel, maar nee, laat me toch. Maar dan oké, ik ga hem zo weer even aankoppelen bij haar halsband. Dan is het weer mooi bij elkaar. Zo, en ik zal jullie nog wat laten zien. Het is echt bijzonder mooi. Ja, ik moet even staan. Ja. Mooi. Ik ben zo trots erop. Ja, en Corrie, die weet het al. Ja, Corrie weet het al. Die weer had het telefoon gehad gisteren. En ze is de armband. Heeft ze wel gekregen. Oeh, dat scheelt hem een haartje. Ja. Yeah. Dat, wat heeft ze met die armband gedaan? Niet omgedaan. Nee. Ze is een beetje... Maf. Ze zegt het zelf waar haar niet staat. Nou, het is een naturelle kleur en naturel staat iedereen. Maar ja, ieder zijn. Heeft ze hem bij de foto gehangen van mijn man en mij. Waar we samen op staan, een trouwfoto. Ja. Malmingsie. Maar ja, oké, moet zij weten. Ik zal kijken voor een ander. Wat meer, misschien bij haar past iets met kralen of zo, weet je. Want ze heeft er ook een paar met kralen om. En ja, dat is gekleurd natuurlijk, dus daar ga ik even voor kijken. Maar dat komt goed. Ja hoor, komt helemaal goed. Hé, ja nou, ja. Jij bent verloofd van je corsetje. Hé, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, hou vol goede moed. En ja. Straks wel goed stemmen, hè, de 17e. Ik kan het niet goed genoeg zeggen en niet vaak genoeg. Als je de 17e gaat stemmen, doe dat goed. Ja, en doe het niet op degene die nou de boel beheersen. Want daar word je niet gelukkig van. Nee.
word echt niet gelukkig van. Een nieuwe partij en een goede partij die alleen nog maar vrijheid willen. Want wij willen toch ook vrijheid? Nou. Neem dan eentje die ook voor vrijheid houdt en niet van opgesloten zijn. Want blijven we nu bij degene die het nu doet? Nou, dan komt het niet goed hoor. Nee. Dan kun je het shaken. Want dan hebben we ons hele verdere leven dit gedoe. Nou, dan kom ik sowieso al niet eens niet met een helderheid. Ken ik niet meer naar mijn dochter in Den Haag? Nee. Nou, dat wil je toch niet hebben? Je wilt toch ook eens wat verder? Jullie willen toch ook op vakantie? Nou, kom op. Samen staan we sterk. Dus, gewoon ga met die banaan. En kies op de goede. Ik zou zeggen, duimpje omhoog. En schrijf eens een leuke reactie. Ja, vind ik leuk. Je krijgt altijd een reactie terug van mij. Ja. Dus ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden. Toedelidokies. Doei, 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 doei. Ja, lieve vrienden, de monteur is ook al geweest, dus ja, we zullen het beleven. Hij is weer helemaal goed, hij heeft niks hoeven te vervangen. En waar hadden we het over? Ja, hoe kan het ook anders, hè? Hij had zo'n ding voor, dus ja, hij moet van zijn baas. Hij had het ook liever niet. Maar het gesprek ging dus over het geval, ja? Dus de virus. Maar ja, oké, daar kan je niks aan doen. Hij was er vol van en hij vond het ook allemaal een beetje absurd. Maar ook had hij familie dichtbij hem en die hadden het ook. Dus ja, hij keek er dubbel naar. Maar oké, in ieder geval, lieve vrienden, ik ga zo meteen een vlog in elkaar zien te flansen. En dan zullen we zien hoe ik het vol kan houden om niet naar bed te gaan. Want ik ben wel een beetje moe. En ik had last van mijn ogen, een beetje branderig gevoel. Nou ja, hoe dat komt weet ik niet. Het komt ook door het weer denk ik, want het is, nou ja, baggerweer. Laten we dat maar zeggen. Regen, regen, regen. Gelukkig ben ik nog droog overgekomen met de hondjes, ja. Maar het regent, het doet niet anders. Al die tijd al. Ik was net op tijd binnen, toen begon het. En ja, Rijka, laat dat. En het regent nu dus nog. Maar in ieder geval, ik ga even koffie maken. Dat ga ik doen. En dan... ga ik een vlog in elkaar zetten. Ja. Laten we dat maar eens gaan doen. Ja. Hé? Ja, nog kind? Nou, dat legt ze helemaal lang uit. Hé? Ja, nou? Ja. Poot weer naar beneden. Voilà. Waarom ook niet? Dus ja, ik heb ook reclame gemaakt voor mezelf en voor Karen en Roderick. Ja, hij heeft ons lijk opgezocht, zover ik weet. Dus ja, komt helemaal goed. Dus ja, ze zeggen, geniet ze en tot later. Ja, zo lieve vrienden. Ik heb eventjes de boel schoongemaakt, want de salontafel zag er niet uit, de eettafel zag er niet uit. Er legt nog wel wat op, maar dat doe ik eventjes straks aan een ander vragen. En die ander, dat is Mario, want die komt gezellig vanmiddag even een bakkie doen. En ik heb de televisiehoek, ik heb alles schoongemaakt. Ik heb zelfs lopen stofzuigen. Ik moet enkel mijn bureau nog, maar ik ben even zat. Ja, ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten, weet je dat? Ja, dus daar ga ik nou iets mee beginnen. En als Mario komt, dan sla ik dat op. En dan ga ik later wel weer verder en morgen weer een dag, want morgen komt ook Astrid weer. En ook voor haar moet wat blijven liggen. Ja, ik kan niet alles met mijn lichaam, nee. Echt niet, het gaat het hem niet worden. Maar oké, ik heb dat in ieder geval weer in kant en kwam. Die zontaal, die zag er niet uit, de ronde poot ook niet. Ik heb hem op vakant gehad, nog helemaal, nou ja. Ja, in principe, het is wel goed. Astrid. Maar, een hele grote maar.
Rebecca was ook heel goed, maar ook supersnel. En dat is zij niet, lang en lang niet. Dus ja, ze doet dan weer dat en dan weer dat en dan laat ze andere dingen weer leggen. Maar het oog wil ook wat, weet je. En vooral als je eens een keer bezoek krijgt, moet toch schoon wezen, denk je dan. Maar nee. Dus ik help nou meer dan ik bij Rebecca moest helpen. En dat kan ook niet altijd met mijn lichaam, nee. Want ik verga van de pijn. Maar ja, je hebt niet voor niks hulp, weet je. Maar ja, ik wil het ook schoon en netjes hebben. En netjes, ja, mijn vloer. Hè, ik schaam me eigenlijk aan één kant kapot, maar ik heb het geld er niet voor. Nee. Wie heeft er nou wel het geld ervoor als ze een klein inkomen hebben? Dan heb je dat niet. Nee. Hè, de woningstichting had die grond, die vloer, moeten egaliseren. Dat is nooit niet gebeurd. En dan hadden we het erop kunnen plakken. Maar dat... Waar die kuilen zitten, daar zitten gaten in de ondervloer, hè, in het beton. Nou, daar mag niet kuilen in zitten. En betonrot zit er ook in. Dat mag niet. Nee, niet in mijn ogen. Hier, wie ben ik? Maar terzijde tijd haal ik gewoon een nieuw spul op en dat gooi ik er overheen, dus nooit op. Weet ik veel wat. Dan zal ik het doen en dan spaar ik door en dan moeten ze de hele kamer maar doen. En dan zien ze maar hoe ze het met mijn meubels doen in een container of zo. Maar ik heb daar geen verstand van, weet je. Dus het moet gedaan worden, punt. En ik moet er gewoon voor sparen. Dan mijn vakantiegeld ervoor opofferen. Ja, maar ja, zoveel is dat ook niet, weet je. Dat is ook maar een schijntje. Kijk, heb je werk en je goede baan. Nou ja, dan is je vakantiegeld ook goed. Ja, en er zijn ook een heleboel mensen die nog een 13e maand krijgen. Ja, dat heeft mijn ex ook gehad. Of die dat nou weer een week niet, maar die had ook een 13e maand. Nou, dat is lekker. Ja. Maar ja, en de rijke stinkers, hè, die hebben geld zat. Nou ja, laten die eens een steentje afstaan. Dat die eens een keer naar de mindere doen. Maar dat doen ze ook niet. Nee, o jee, kom eens aan hun geld. Wow. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Ja, maar ik ben in ieder geval wel blij dat ik het netjes heb en schoon heb, weet je. Simpel, maar oké. Okay. Ja, ik kan er ook hier niks aan doen met die vloer. Het is gewoon, ja, die hele baan hier zo. Ik kan er niks aan doen. En daar is een gaatje. Nou ja, gaat allemaal kapot. Kan ook niet heel blijven, natuurlijk niet. Maar ik moet ook het geld ervoor hebben. En toen waren we met z'n tweetjes en toen hadden we allebei vakantie gehad. En dat bij elkaar, ja, dan kan je het eens aanschaffen. Maar ik ben dan maar alleen en het is nog een heel klein beetje. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. Ik ga een broodje maken, want ik heb het ook nog niet gegeten. Mijn lunch, nee, moet nog. Dus ja, ik heb wel zin in wat. Ja, echt wel. Dus dat gaan we doen en dan ga ik de pc verder doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Mwah. Doei! Nou, de dames die liggen lekker lang uit te slapen. Heerlijk. Maar ook wil ik jullie wat anders laten zien. Maar dan moet ik weer even opstaan. Kijk eens aan... Hoe mooi die bloem wordt. Ja. Is mooi, hè? Ja. En ik ben zo trots erop. Nou ja, en het is maar goed dat hij er niet meer onder staat, want ik denk dat hij dan de bel raakt. Ja. Dus ja, hij is knap lang. Dat is de pot. Grandioos, zo mooi, zo mooi. Maar ja, dat is ook beautiful. Of niet dan, die twee. Maar daar ligt er nog één. Op de vensterbank.
Hè? En met deze drie zo in beeld zeg ik een hele fijne, liefdevolle avond verder gewenst van wat er nog van over is. En voor straks allemaal welterusten, slaap lekker en met mooie dromen. En gezond weer uit jullie bed zien te komen. Ja. En dan tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan, lieve vrienden. Doei.